makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haie de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Geleden. Ik ga je de gelegenheid geven om meneer, onze gast, hè, dat is meneer Iwan Lalji, welkom te heten. Ga je gang. Ja, prima. Meneer Iwan Lalji, hartelijk welkom in het programma Business Talks bij Radio Stamvaste. We zijn blij dat je vandaag tijd hebt vrijgemaakt om met ons te praten. Je bent een druk bezet man, dat weet ik. Je bent een inspirator, je bent een professional, je bent een ondernemer, je bent echt een man met zoveel kwaliteiten. En dat willen we vandaag voor voetlicht brengen bij Radio Stamvaste. Meneer Iwan Lalji, we gaan u gewoon bij uw naam noemen. Iwan, Faigo. Aigo, bedankt voor het mogen deelnemen aan jullie programma. Ja, uitstekend Iwan, ik ben blij dat je er bent. Vandaag zit in de studio Ray Rosé. Die zal ook straks met je praten. We gaan het gesprek doen met z'n drieën. Maar alvorens wij beginnen willen we je de gelegenheid geven om te zeggen wie je bent, wat je zoal gedaan hebt en waar je nu staat. Nou, dat zijn drie vragen tegelijk. Maar wie ben ik? Ik ben Iwan Lalji. Ik ben 62 jaar. Ik woon sinds 1 december 78 in Nederland, dus ruim 43 jaar. En ruim 20 jaar daarvan samen met mijn Thaise vrouw. Ik ben dus in 78 in een van de strengste winters in Nederland gekomen, zegt men, want daarvoor kende ik de winters niet. Ik had het wel heel koud in 78, maar dat is ook passé. Ik ben goed opgevangen door mijn broer Henk Lalji. En de opvang is een heel belangrijk ding voor mensen die naar Nederland komen. Want zonder een goede opvang kan je al snel de weg hier verliezen. Nou, toen ik hier aankwam, moest ik van de gemeente een administratieve opleiding in Zuidoost volgen. En in de avond ging naar de avondhaven in Amsterdam-Zuid. Zelf woonde ik op een studentenflat in Amstelveen, Uilenstede genaamd. En waarom ik die middelbare school in de avond moest gaan volgen is omdat ik in Suriname iedere keer dubleerde op de HAVO. Het was me niet gelukt om die HAVO daar af te maken. Ook mede omdat ik een beetje een woelige puberteit heb gehad. En door die woelige puberteit ben ik in Nederland gekomen om inspecteur van politie te worden. En recent hoorde ik van onze president Santokki dat hij ook in diezelfde tijd aan de politieacademie te Apeldoorn heeft gestudeerd. Dus voor de opleiding politie-inspecteur. Dus als het goed was gelopen in mijn loopbaan, hadden hij en ik tegelijkertijd die opleiding kunnen volgen. Maar de werkelijkheid is anders. Ik ben in nadat ik die HAVO heb afgerond in 1980, ben ik met de sociale academie begonnen. Want ik dacht, voor die politieacademie heb ik een VWO-opleiding nodig. Het heeft zo lang geduurd die HAVO af te maken, dus ik ga maar een HBO-opleiding doen richting personeelswerk. En dat heb ik ook gedaan. Vervolgens heb ik met een groepje Surinaamse medestudenten op die academie in 1982, dat is dan het derde jaar van die academie, besloten om in Suriname stage te komen lopen. Nou, het was ook een woelige tijd in Suriname. Dus ik heb eigenlijk een ervaring met een heleboel djugu-djugu altijd in Suriname, in mijn puberteit. En dan in mijn derde jaar stage kom ik daar om te kijken van hoe kan ik mijn kennis die ik in die opleiding heb opgedaan teruggeven aan Suriname. En ik heb mijn stage kunnen lopen op het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. Maar al heel snel kwam ik erachter dat het personeelsbeleid bij de overheid in Suriname dichtgetimmerd was door een koninklijk besluit van koningin Wilhelmina uit 1948. Dus ik liep al heel snel vast. Vervolgens heb ik met de minister om de tafel gezeten. Dat was minister Sankatsin en een projectleider, de heer Waagmeester. En met hun hebben we toen afgesproken dat ik naar Huize Asiana zou verkassen om al daar het personeelsbeleid te helpen formuleren. En dat is ook zo gebeurd. Maar door de frustratie, door die politieke onrust van weleer, is mijn stage mislukt.
En ben ik teruggekomen naar Nederland om het hier te vervolgen. En uiteindelijk heb ik in 1985 die opleiding personeelswerk afgerond. Nou, dat is even in het kort mijn achtergrond. En vervolgens ben ik een van de weinige Surinaamse studenten geweest die na 150 sollicitatiebrieven in 4 maanden tijd vlak in mijn achtertuin bij een stadsdeel een allround en volledig PNO-functie heb aangeboden gekregen. En toen is mijn loopbaan in het PNO-werk ontstaan. Nou, oké, okay, uitstekend, Iwan. We gaan straks daarop verder. Maar voor we daarop verder gaan, wil ik jou ook even vragen. Want je hebt een man met kwaliteiten. Heb je een boodschap voor de luisteraars die je mee wil geven aan de luisteraars? Nou, het is misschien te vroeg voor die boodschap, maar ik heb natuurlijk een boodschap voor de luisteraars. Kijk, de luisteraars zijn vooral de Surinaamse doelgroep. Naast dat ik in mijn PNO-vak een heleboel rollen heb aangeleerd, want een PNO-adviseur is eigenlijk in Nederland een chameleon. Dus dat betekent hij verschiet in kleuren en afhankelijk van de situatie neemt hij een bepaalde rol in. Je kan adviseur zijn, je kan bemiddelaar zijn, je kan troubleshooter zijn en je bent uiteindelijk de adviseur. Geweldig. Maar de boodschap naar Suriname, ja, dat is eigenlijk een beetje een verhaal op zich. Want Suriname heeft met een aantal problemen te maken. Als ik bijvoorbeeld een van de problemen van Suriname pak, dan is het met name het verhaal van... Kijk, Suriname is van oudsher een windgewest of een plantage-economie geweest. En daarnaast is het een volksplanting. En eigenlijk over die volksplanting is er eigenlijk niks in Suriname gebeurd. Tot nu. En doordat er niks is gebeurd in die volksplanting, krijg je ook allerlei taferelen dat mensen eigenlijk het instrument... want kijk, die volksplanting, die Nederlander heeft het heel slim gedaan, want daar is hij heel goed in. Hij heeft evenveel Hindoestanen als Kriolen naar Suriname gebracht. En ook al is het geen bewuste zet geweest, wat ik eigenlijk niet geloof, dan nog weten we dat als je teveel, evenveel van een groep in een land brengt, dat je altijd een spanning gaat krijgen om de macht. En dat heeft zich zo ook voltrokken en dat voltrekt zich nog steeds. En eigenlijk is de boodschap in dat kader, jongens, word wakker en laat je niet misbruiken door een instrument die Nederland daar in 18 zoveel heeft geïntroduceerd, of in 16 zoveel al. In elk geval ze hebben we instrument van verdelen en heers gecreëerd. En dat instrument wordt nu weer uit de kast gehaald. Niet alleen nu hoor. Je ziet vaak in verkiezingstijd dat het instrument de kop op dat het de kop op doet. En dat is gewoon een slechte zaak. Want eigenlijk gebruikt men het instrument voor eigen win gewest. Meneer Lalji, Suriname is sinds 1975 onafhankelijk. Wie zet het instrument nu in, volgens u? Volgens mij, wat ik een beetje heb meegemaakt hier in Amsterdam, toen de president hier was op bezoek, werd er echt heel erg, eigenlijk tot grote schande van een heleboel mensen hier, werd het woord poelie heel vaak gebruikt weer en werden mensen eigenlijk uitgescholden daar, terwijl ze eigenlijk hier in Nederland wonen. Ik kan je zeggen, de Nederlander is de derde lachende. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wie is dan, want u zegt hè, in het verleden, 1800, dan is het instrument ingezet door de Nederlander. Maar ik zie nou niet dat de Nederlander het instrument inzet. Wie zet het dan in? Nou, de politieke partijen zetten het nu in. Dus bij iedere verkiezing zie je wel eens dat het etnische aspect naar boven komt. Ja, dat dus ben ik met u eens, maar de verkiezing is inmiddels ook alweer 1,5 jaar geleden. Ja, nee, maar oké, er komen weer verkiezingen en dan misschien wordt het weer ingezet. Weet je, dus dat zijn figuren in het land die eigenlijk het instrument gebruiken om voor hun eigen winst. Ik begrijp u wel heel goed hoor, maar voor mijn beeldvorming, ik wil eigenlijk, want PNO, personeel, onderwijs, u heeft kader, u heeft grote functies vervuld, dus u zult toch wel een beetje weten uit welke hoek dat komt. Ja, maar kijk, ik ben geen politicus. Kijk, Dennis vraagt me naar een boodschap. Kijk, ik ben een ondernemer en ik ben ook niet van plan om namen te noemen. Ik kwam even tussenbij, als het mag, heren. Kijk, het is namelijk zo, Iwan heeft inderdaad de boodschap overgedragen.
En we komen straks terug op Suriname, Ray, als je het goed vindt. Prima. Ik wilde iemand even laten vertellen, want hij heeft inderdaad PNO-werk gedaan bij de gemeente Amsterdam, zelfs zelfstandige ook. Hè. Maar Iwan, heb je ook nadien ook een bedrijf gestart in deze sector? In deze sector gestart? Lijkt het zo zeggen, ik sla een stukje van mijn loopbaan over, maar in 1994 ben ik PNO-adviseur bij Rijkswaterstaat geworden. Oh, wow. En tegelijkertijd heb ik ook een werving- en selectiebureau opgezet voor hoger opgeleide nieuwe Nederlanders. Het begon als een stichting, het is een initiatief geweest van een Nederlandse man om iets te gaan doen in diversiteitsbeleid. En in termen van instroom en doorstroom van de doelgroep. Mm-hmm. Maar die stichting werd al heel snel een mannenpraatgroep. En ik ben een rode type. Dat betekent ik ga voor doelen. En zoals we het hier in Nederland zeggen. In geoude hoer kan je niet wonen of leven. Begrijp je? Trouwens niet in wij in Nederland hoor. Ik zeg dat. En een politicus Scheffer heeft dat gezegd. En veel Nederlanders zijn ook niet doelgericht. Dus lijkt het ook even nuanceren. Mooi. Maar ik, Iwan Laudi. Ben een doelgerichte type en dat betekent als er te veel geouwehoerd werd zoals het in die stichting gebeurde, heb ik de hele stichting naar Amsterdam getrokken en ik heb er een eenmanszaak van gemaakt. En ik begon met 10 cv's in 1994 en ik eindigde in 2009 met 2500 cv's. Oh, wow. Maar allemaal hoogopgeleide nieuwe Nederlanders. Hadden ze allemaal via u een nieuwe baan of waren ze alleen in het bestand? Hoe moet ik het zien? Ik deed aan instroom, doorstroom, maar vooral aan behoud. En eigenlijk bediende ik de hele, in de Randstad, het hele veld van de jeugdzorg, de GGZ en enkele overheidsinstellingen. Had ik die 2500 mensen aan een baan geholpen, dan was ik nu al binnen. Dus dan zat ik misschien al in Thailand lekker aan het strand. Wat heeft u behouden? Hoe moet ik dat zien? Nee, ik heb er heel wat aan ik heb er een heleboel aan het werk geholpen. Mm-hmm. En ik ging ook voor het behoud van de mensen. Dus ook een stukje nazorg is belangrijk. Zeker. En waarom ben ik dit bureau begonnen? Kijk, mijn goede oude wijle vriend Winston Coat, die was met Colored Holland begonnen, een uitzendbureau. En ik kwam erachter dat in feite de uitzendbureaus een manier was om de nieuwe Nederlanders in te rijden. Maar het was ook weer een draaideur effect gebeuren. Ze werden ook als eerste weer eruit ontslagen bij een reorganisatie. Zeker. En ik ben dus toen begonnen met een werving- en selectiebureau. Dat is iets anders dan een uitzendbureau. En ik ging voor het behoud. Aha. Dus ik heb heel wat mensen dus weg kunnen zetten. Ja, dus u ging in opdracht van de bedrijven, ging u de mensen selecteren? Ja, klopt. Zoeken, vinden, selecteren, voordragen en behouden. En hoe zat het met de inclusiviteit en de diversiteit? Want ik neem dat was uw drijfveer, zeg maar. Hoe heeft u dat proces, heeft u dat met voldoening mee kunnen maken? Kijk, dat woord inclusiviteit is de laatste tijd heel populair geworden. Want het gaat allemaal met trends en dan vervolgens valt dat trendje weer in het water. Je moet het zo zien, toen ik begon, riepen de werkgevers in Nederland, we kunnen ze niet vinden. Dat was hun uitgangspunt. En ik heb ze bewezen dat ze wel te vinden zijn, alleen ze zochten niet goed. En als ze die mensen zochten, dan hadden ze allerlei vooringenomenheid en allerlei vooroordelen waardoor die groep niet naar binnen komt. En ik zei het zo van kijk, in Nederland wordt er heel veel als het om diversiteit gaat, vooral bij diversiteit, heeft men het vaak over kwaliteit. En als ik naar de gemiddelde Nederlander kijk die ook in de politiek zit, dan wil ik hun vragen, joh, wat is jouw kwaliteit nu? Begrijp je? Prachtig. Zo vraag ik ze altijd om kwaliteit voor me te definiëren. Kijk, ik kom uit het PNO-werk, dus het gaat om functie-eisen. En het gaat erom van hoe kijk je tegen een klant aan, tegen medewerker. Ik heb bijvoorbeeld situaties meegemaakt dat er een Nederlandse academicus heeft gesolliciteerd en een Surinaamse HBO'er. En die functie was een HBO-functie. Nou, op dat moment, als die directeur zegt hij gaat voor die Nederlandse academische dame, dan steek ik daar een stokje voor, want het is een HBO-functie. We gaan de arbeidsmarkt niet afromen voor de HBO'er. Nee, want dan zet je iemand per definitie neer die overgekwalificeerd is. Ja,
En die gaan we niet aannemen op een functie zonder meer op een HBO-functie. Als het een academische functie was, dan was die dame het wellicht geworden. Het was een HBO-functie. Dus de persoon die geschikt geacht wordt, is een HBO'er. Dus dan schaal ik wel op. Ik vind het heel interessant, meneer Lalji. Want als ik dit zo beluister, denkt u dat het heel veel voorkomt? Hè? Dat op die manier, zeg maar, kansen weggenomen worden voor mensen met bijvoorbeeld de HBO-opleiding? Een nieuwe Nederlander? Ja, het gebeurt heel veel in Nederland. En het gebeurt niet alleen bij de doelgroep. Maar zodra die arbeidsmarkt een beetje overspannen is. En dan kan je overspannen in twee richtingen vertalen. Maar er wordt zelfs voor mbo'ers, mbo-functies benoemd en vaak hbo'ers. En waarom? De werkgever denkt, ik hoef die persoon niet te begeleiden. Die persoon is direct inzetbaar. Maar wat ik die werkgever dan ook zeg van, joh, is dit wel een blijvertje? Want die man werkt onder zijn niveau. En kijk, sowieso bewaak ik, als HR-adviseur geef ik de functie op een manier, vorm en inhoud, die ook onderschreven wordt door de directie. Het is vaak zo gebeurd, Ray, dat in het directieteam schreeuwen ze allemaal, want daar zit de hoogste baas bij, ja hoor, we gaan voor instroom van nieuwe Nederlanders. En dan in de koker, in hun sector, doen ze weer andere dingen. They don't walk the talk. Heel veel mensen hier komen op podia, waar diversiteit wordt geprologeerd en doen alsof ze geweldig veel aan diversiteit doen. Dan loop ik naar ze toe. Jan, ik heb ook een werving- en selectiebureau. Kunnen wij zaken doen? Dan zie je een hele andere beweging ontstaan. Hou even vast, meneer Lalji, want ik vind het heel interessant. Hè? Ik ja. constateer twee dingen met u. Eén, ja. Je zou dit ten alle tijde kun je dit gebruiken, hè? Als zeg maar arbeidsdiscriminatie. Want je zou kunnen zeggen van, hey, waarom zou ik een HBO'er daar plaatsen als ik een academicus aangeboden krijg? Dat is één. Dus daarmee zou je in principe het stukje vooringenomenheid kunnen verbloemen. Hou dat vast. Maar aan de andere kant zegt hij ook weer, maar goedkoop is duurkoop. Want die persoon die daar komt, die gaat verder uitstromen. En je denkt wel aan de ene kant van, ik hoef er weinig tijd in te steken. Maar na 6 maanden of na een jaar misschien, of misschien na 2 weken al, zal je toch die vacature weer vakant moeten gaan zetten. Begrijp je? En daar waak ik voor. Dus het is niet een tegenstrijdigheid. Ik bewaak ervoor dat de juiste dingen gebeuren in die organisaties en dat de markt voor hbo'ers niet wordt afgeroomd door wo'ers. Of mbo-functies, hbo'ers worden geplaatst. Want als dat het geval is, dan steek ik een pootje ervoor en ik schaal op. En kijk, ik ben een adviseur geweest die een Duitse baas heeft gehad bij Rijkswaterstaat. Dat is ook weer ander koek dan een Nederlander. En die Duitse baas die heeft mij het vak geleerd van hoe je pootjes onder een directeur zijn stoel kan wegzagen. En hij werd weer ingedekt door de HID, dat is de hoofdingenieur-directeur. Dus zo is het dat als je niet de dekking hebt van je leidinggevende, kan je die powerplay ook niet in de sector met die directeur spelen. En ik speelde dit, ik ga mee met een ander ding, Ray, wat speelt, is ze zoeken de beste. En wat is de beste? Is het nou de 6 of de 8? Ik vraag ze vaak, acht je de persoon benoembaar? En op het moment dat die afdelingshoofd me zegt ja, dan wil ik die maar niet meer horen. Ik luister nog wel naar die maar in mijn hoofd denk ik, nou, vertel maar, wat is je maar? En dan hoor ik die maar ik zeg maar, je acht de persoon toch benoembaar? Nou, dan gaan we op die punten waar hij nog niet zo sterk in is, gaan we een pop maken, een persoonlijk ontwikkelplan. Je lijkt me een geweldig persoon. Ja, dus weet je, dus zo moet je dat ding. En je hebt weinig PNO'ers in dit land die eigenlijk zo opereren. Want kijk, de gemiddelde Nederlander doet alsof ze geweldig progressief zijn. Maar op het moment dat ze voor de baas zijn, zijn ze loyaal als de Pieter. Ja. En ze kijken ook op tegen hiërarchie. Nou, om je eerlijk te zeggen, ik ben die fase al voorbij om tegen hiërarchie aan te kijken. Je hebt hiërarchie natuurlijk en je hebt natuurlijk familiebedrijven. Ja, en dat heb je veel in Nederland en je hebt die ook veel in Suriname. Oké, we gaan even terug naar Dennis, want hij staat te springen, hoor ik. Ja, oh, ja. Ik sta niet te springen. Maar ik wil inderdaad hieraan gekoppeld. Iwan, je hebt toen het bedrijf Altop, hè, wat je vertelt, opgezet. Ja. Hoe is het eigenlijk nu met Altop?
Nou, kijk, het punt is, toen ik bij Rijkswaterstaat, ik heb 15 jaar in de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat gewerkt. Dus ik was vanaf Texel tot en met de A44 bij Leiden, heb ik de verantwoordelijkheid op PNO-gebied gehad. Ik heb toen ik binnenkwam daar in 94, begon ik al met een reorganisatie van bij Amsterdam moesten de sluizen van 2 naar 3. Daarna moesten de natte waterstaatstaken naar de provincie en de gemeente. Dus continu heb ik het bedrijf helpen reorganiseren, totdat we in 2008 de grootste reorganisatie hebben doorgevoerd. Nou, om een lang verhaal kort te maken, doordat we Rijkswaterstaat van Limburg tot Leeuwarden op een uniforme manier hebben ingericht, had ik in mijn potentieel indicatie, zo heet het loopbaangesprek van mij, werd gezegd van, joh, jij moet nu naar de corporate dienst in Utrecht. En in de corporate dienst van Utrecht was mobiliteit en werving en selectie met elkaar verweven. Dus men heeft me toen gezegd van, joh, je moet nu een keuze maken tussen Altop of werken bij Rijkswaterstaat. Nou, ik heb gekozen voor Altop, omdat het bedrijf toen goed ging. En ik had zoiets van, ik ga niet in die file leed zitten van Amsterdam naar Utrecht, want ik doe niks met het openbaar vervoer, ik doe alles met mijn auto. En zo waren er nog een paar omstandigheden om te kiezen voor verder gaan met Altop. Bovendien had Rijkswaterstaat me opdracht gegeven van lever 28 nieuwe Nederlanders tegen een behoorlijk bedrag. En daar krijg je 2 jaar de tijd voor. Ja, ik heb die opdracht aangenomen. Al was die opdracht me niet gegeven, ook was ik gestopt hoor. Want de arbeidsmarkt leek op dat punt, op dat moment, heel goed te zijn voor de nieuwe Nederlanders. Er was krapte, leek het. En het ging goed. Maar wat ik niet heb zien aankomen in 2000, want die opdracht ging 2009 tot 2011 in. Mm-hmm. Wat ik niet heb zien aankomen is die financiële crisis. En door die financiële crisis zijn al mijn klanten hebben toen een vacaturestop ingevoerd. En daardoor heb ik die klus van Rijkswaterstaat wel succesvol uitgevoerd. Want alle 28 nieuwe Nederlanders zijn in de moeilijke functies terechtgekomen. Want civiel technici is ook een lastige functie. Bovendien was Rijkswaterstaat omgebouwd van een technisch georiënteerd bedrijf naar een marktgericht bedrijf. Dus wij sturen de markt aan. En dus het was een hele zware klus voor die nieuwe Nederlanders om ze binnen te krijgen. Maar het is gelukt. Hey, vacature stop. En toen zat ik met mijn hand in mijn haar. Ik ben kaal, dat zien mensen niet, maar ik zat met mijn hand in mijn haar. Toen kwam mijn broer Henk Laugie om de hoek kijken, die mij altijd heeft gesteund. En die zei van, ik heb een opdracht van de gemeente Amsterdam gekregen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te reïntegreren. Kan jij mij daarbij helpen? Nou, toen heb ik dus die Altop laten liggen en ik ben me bezig gehouden met die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, tussen ons gezegd en gezwegen, de meeste mensen die in de Randstad in de uitkeringen zitten, zijn 70-80% zijn ook weer nieuwe Nederlanders. Dus in feite kreeg ik te maken met de groep. Als je het even plat zou zeggen, zijn het mensen die uit Abrabroki en uit de achterstandswijken, niet alleen daar hoor, maar uit allerlei wijken uit Suriname in de uitkeringsmachine zijn terechtgekomen en eigenlijk daar zijn blijven hangen. Want zoals ik het zeg, de mensen in de uitkering zijn verwend en verwaarloosd. Verwend is dat ze een uitkering hebben gekregen en verwaarloosd is dat er daarna niks veel in met die mensen is gebeurd. Nou, dat zijn feiten. Heeft u daar iets aan kunnen veranderen? Ja, ik heb daar zeker iets aan kunnen veranderen. Zeker ook vanuit mijn ervaring vanuit het PNO-werk. Ik heb voor die mensen, omdat het een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt was, gaf de opdrachtgever aan dat deze mensen nog niet klaar waren voor werk, maar voor vrijwilligerswerk. Yo, we hebben in de loop van een aantal jaren wel honderden van die mensen gehad. Ik heb ze een training voor ze opgezet in werknemersvaardigheden. Daarin ben ik ook erachter gekomen van wat een woord afspraak nakomen betekent. Het betekent een heleboel, is een onderwerp apart. Maar ik heb een training werknemersvaardigheden opgezet. Ik heb ze versterkt in competenties en ik heb ze allemaal aan een vrijwilligersbaan kunnen helpen. En achteraf heb ik, tijdens die periode moesten er 2 rapportages worden opgesteld. En mijn eindrapportages waren van die aard dat 60% van die groep
een vervolgstap zou kunnen maken op die arbeidsmarkt. U zegt zou kunnen maken. Oh, sorry, ik onderbreek je. Ik hoor je al helaas zeggen. Want u had het eerder over nazorg. Had u daarin ook iets van nazorg? Nee, want ik was een opdracht. Ik zat aan de andere kant van de gemeente. Dus ik was niet meer verantwoordelijk voor nazorg. Daar is de klantmanager verantwoordelijk voor. Okay. Wat is het met dat helaas? Dat helaas is van die rapporten die ik heb opgesteld en waarbij een groot deel nog een stap zou kunnen maken, zijn die rapporten in de lades verdwenen. En zo gebeurt het hier. Ik had in mijn stuk, in mijn voorbereiding had ik gezegd, het wiel wordt in Suriname veel uitgevonden opnieuw. Maar in Nederland vinden ze ook het wiel af en toe opnieuw uit, hoor, terwijl het wiel al rijdt. Is het geen money making business? Het is het is niet alleen een money making business, het is ook een bezigheidstherapie. Ik kan niet te hard van de toren blazen, want ik ben nu aan de andere kant van de tafel van de gemeente gekomen. Atafra draai bakka. Iwan, hij draai atafra constant. Hé, Iwan, is het nu zo inderdaad, je zit aan de andere kant van de tafel, maar ik weet namelijk, we kwamen elkaar tegen natuurlijk op de congressen van Finance Suriname, en je wilde in de periode, ik dacht dat het 2018 was, dat je onderzoek wilde gaan doen naar de landbouwsector in Suriname. Kan je ons iets daarover meer vertellen? Ja, kijk, na die stage in 1982 en alle joegoejoegoe die ik daar heb meegemaakt, heb ik Suriname toen de rug gekeerd. En ik ben er toen in 2008 teruggegaan op vakantie. En kijk, op vakantie heb ik neven die daar wonen en bijgedragen hebben aan een leuke vakantie. Maar een vakantie is een vakantie en daar hoort vaak ook een euforisch gevoel bij. En je krijgt niet zo'n beeld van hoe het economisch sociaal met het land is. Ja. Maar in 2018 ben ik bewust naar Suriname gegaan om iets in de kasttuinbouw te gaan doen. En voordat ik deze stap heb gemaakt, ben ik in contact gekomen met een Nederlander die als kwaliteitsmedewerker in de kasttuinbouw in Nederland werkte. En met een Surinaamse dame is getrouwd die het helemaal niet naar de zin hier had. Dus heeft. Dus ik had het idee dat deze twee mensen echt met mij in Suriname dat kasttuinbouwbedrijf zouden gaan opzetten. Bovendien was deze meneer ook nog adviseur van Spiritus Groente, die pas was geopend. Nou ja, Zit op Lelydorp, toch? Ja, klopt, ja. Ik heb ook nog een boer gevonden uit Zeeland die mee wilde doen. Want die boer zei, ja, mijn voorouders wisten precies waar de goede gronden waren in de wereld. En die ritsgronden van Suriname zijn de meest vruchtbare gronden van de wereld. Oh, wow. En hij zei, en omdat jij dat gaat doen, wil ik een ton helpen investeren in dat project. Nou ja, ik ben toen naar Suriname afgereisd in 2018 met in mijn achterhoofd. Ik heb twee adviseurs die gaan helpen om het bedrijf daar op te zetten. En ik ben toen gaan praten met allerlei smaakmakers en stakeholders zoals Bhopal, zoals meneer Wijngaarden, zoals zijn dochter, die eigenlijk in Suriname de vertegenwoordiger is van de Global Gap. Dat is een certificaat die je nodig hebt om je producten op een veilige manier in Europa te importeren. Mm-hmm. Want Surinaamse producten staan bekend of stonden bekend als producten met te veel residu. Ik had me wel goed voorbereid. Ik wist inmiddels hoe je tomaten moest planten. Ik wist dat er verschillende teeltmethoden zijn in die kassen. Je kan van de kokosmat gebruik maken of van de druppelgewijze bewatering. Ja, enzovoort, enzovoort. Nou, is het voordeel van, sorry dat ik u onderbreek hoor, is het voordeel van die kassenteelt dat je daar de insecten bij weghoudt? Ja, en als je die insecten blijft, ja, kijk, het beschermt het, hè. Kijk, in die kassenteelt heb je een stukje bescherming, want dat is het. Die kas is eigenlijk een bescherming. En de zon schijnt er behoorlijk op, dus je moet er ook kalken, anders gaan al die planten door de zon dood. Maar sommige planten als paprika en tomaten hebben ook een beetje fikse zon nodig. Dus daar moet je het balans in kunnen vinden. Voordeel is dan dat je dan echt niet die zware pesticiden eroverheen hoeft te spuiten. Klopt als een bus. Dat klopt als een bus. Ik heb ook gepraat met mensen die awards uitdelen één keer per jaar in Suriname. Ik had me aardig verdiept en ik werd ook goed ontvangen in Suriname, hoor. Want dat kan je Surinamers wel meegeven. Ze zijn ontzettend gastvrij. Maar wanneer puntje bij paaltje komt van we doen business, we tak nou serieus van hoe gaan we die zaak oppakken en wie gaat wat doen,
dan zie je plotseling al terugtrekkende bewegingen. Ik ben niet thuis. Dan niet thuis, weet je. Kijk, we zijn een intelligent volk, maar in samenwerking hebben we nog veel te leren. Absoluut. En hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat er te veel vanuit het eigen belang wordt gedacht en niet vanuit een gemeenschappelijk belang. Een collectief belang. Dat ontbreekt er gewoon. En kijk, hoe de vraag zou zijn, hoe komt dat nou dat zo vanuit die eigen belang wordt gedacht? Kijk, men heeft in Suriname nog eigenlijk last van bepaalde woorden als frictie en vrom. En weet je, ik ken die woorden zo zoetjes aan niet meer. Ik denk in belangen. Wat is het belang van jou en wat is het belang van mij? En ik benoem mijn belang ook. Ja. En vaak benoem ik ook het belang van de ander. Wat mij soms in dat onderhandelen met die ander ook ruimte weggeeft. Maar ik denk, joh, we doen het voor de goede zaak. En als we het goed doen en we de belangen goed met elkaar kunnen afstemmen, dan is er voor ons all something inside. Ja, business. Maar dan krijg je dan die Surinaamse argwaan, hè? Ja. Vooral omdat je dan zo open bent. Je komt met zo'n houding, een open houding van een win-win situatie. Zoals we hier in het bedrijfsleven op hoogkader heb meegekregen, geleerd hebben. Onder de knie heb. Als je dat in Suriname wilt doorvoeren, dan krijg je die Surinaamse argwaan. Zie ik dat goed? Ja, dat klopt, weet je. Kijk, en die argwaan, ik heb het zo voor mezelf bedacht. Er wordt te veel vanuit het eigen belang gedacht en te weinig vanuit het gemeenschappelijk belang. Het is een zogenaamde, je hebt in Suriname het Sabiso-gedachte. Iedereen weet het wel beter dan de ander. En daarom zijn ze ook steeds het wiel aan het uitvinden daar. Want naast die Sabiso-gedachte heb je ook nog dat popiopi-gedrag. Ja, want je hebt een soort, ik denk een analyse is meer zo van dat mi oroko amanato mek monifa. Begrijp je? En begrijp je, dus dat soort elementen speelt nog steeds in dat brein. En het brein is natuurlijk een heel moeilijk product, of hoe je het noemen wil, om te doorgronden. Want ook hier, hè, even een brug maken naar werving en selectie. Ja. Als ik jullie nou vraag, doe je ogen dicht. En denk aan iemand die op het vliegtuig zo meteen naar Bali vertrekt, of naar Paramaribo. En een piloot staat daar om je op te wachten. En hij gaat je hand geven en om je welkom te heten. En hij zegt vervolgens, je bent 30 jaar gehuwd aan een stel. En we hebben een verrassing voor jou. En als ik nu zeg, maak je open ogen, ogen open. En wie was nou die piloot in jouw gedachten? Ik denk meneer Johnny, toch Dennis? Nou, het is inderdaad dat mensen denken dat het een blanke, witte man is, hè? Dus geen witte vrouw, maar een witte man. Ja, over het algemeen wel, ja. De associatie in dat brein is meteen richting een witte piloot. En dat stel zullen ze niet denken dat het een homo-stel is. Nou, even hoe het brein werkt ook hier. Maar in elk geval, dat argwaan, kijk terug naar, naar ons land. Ja. Dat gemeenschappelijk belang ontbreekt er gewoon. Er is geen... Maar eigenlijk, kijk, ik heb het zo gezegd, hè. Het management van een organisatie ontwikkelt zich niet verder dan het niveau van het management. Heb je hem? Ja. Oké, als je die zin door zou vertalen... En als het management niet aan groot denken doet, dan houdt het op. Nou, precies. Nou, dit verhaal kan je ook vertalen naar als een regering. Een regering niet een bepaalde rol heeft, dan zal het volk het ook niet overnemen. Begrijp je? Dus eigenlijk onderschat de regeringen in Suriname onderschatten hun rolmodel die ze naar het volk hebben. Of je zou het om kunnen draaien en ze overschatten zichzelf. Nou, noem het zo, maar wat ik wil zeggen, die mannen zijn zo corrupt daar allemaal, in de regering, dat in feite de kleine man je het ook niet kwalijk kan nemen dat hij moet hosselen. Weet je, allerlei dingen onderweg moet doen, die illegaal zijn. Maar Iwan, Ray zei het goed, wellicht overschatten ze zichzelf. Ik denk het ook, want vooral met die, nee, dat denk ik ook. Ja. Maar als je kijkt, je hebt de landbouwsector bekeken daar in Suriname. Je hebt het onderzocht. Wat zijn de verschillen op het gebied, als je kijkt naar het landbouw, van landbouw met Nederland bijvoorbeeld? Kan je ons iets meer hierover vertellen? Kijk, verschillen. In Suriname, ik heb gronden uit Suriname naar Nederland gebracht om hier in een laboratorium te laten onderzoeken. Eigenlijk begint het al met de gronden in Suriname zijn uitgeleefd. Dus dat betekent de PC-waarde, de PCH-waarde in die gronden is nihil. En daar begint het mee. Je moet eerst je grondgoed op orde hebben. En dat is niet in Suriname in orde. Er wordt er niet aan wisselteelt gedaan of te weinig.
laat ik het zo zeggen, alle drie gronden die ik heb laten onderzoeken. Eén kwam van Patsawanika, één kwam uit Charamaka en eentje kwam nog uit Quatta Vierderijweg daar. Alle gronden waren eigenlijk, ja, ze waren leeg. Uitgeput. Dus er zal iets aan de grond gedaan moeten worden. Dat is één. Twee, de kennisbank, kennis halen in Suriname. Dus als een kleine landbouwer kennis wil komen halen. Toevallig kwam ik Gopal op het ministerie van Landbouw tegen. Waar ik, dus ik had hem bezocht en een dag erna kwam ik hem ook op landbouw tegen. Zo klein is het land. Maar in elk geval, hij moet individueel moet hij zijn kennis gaan zoeken bij een ambtenaar. Er is geen kennisbank zoals het hier allemaal georganiseerd is, bijvoorbeeld door die LTO. Dat is dan de Vereniging van Land- en Tuinbouw, in, waar werkgevers en akkerbouwers en tuinbouwers zijn verenigd en elkaar versterken. Weet je, dus de grond is er niet, de kennis is er niet. Hier wordt het ook universitair begeleid, hè? Sinds kort misschien, maar sinds kort, maar niet toen ik daar bezig was. Want ook met die universiteit heb ik proberen contacten te leggen. Nee, ik heb het over hier. Ik heb het over Nederland. Over Wageningen. Je heeft over Wageningen in Nederland. Ja, en kijk, weet je, één ding wat ik nog nooit heb onderzocht, over Wageningen gesproken. Volgens mij, Wageningen is hier opgericht door de kennis die ze ook in het district Nikeri bij Wageningen daar hebben opgedaan. Begrijp je? Kijk, het lijkt zover 300 jaar, maar de mechanismes in die wereld, in die landen, ze hebben hun basis in het verleden. Begrijp je? Dus zo'n Wageningen die hier zo'n geweldige naam heeft in de wereld, de vraag is, hoe en waar is de bron van die Wageningen ontstaan? Ik denk dat Suriname daar een hele belangrijke rol in het verleden in heeft gespeeld. Het zou niet zo gek klinken als je weet wat er aan producten kwam vroeger uit Suriname, toch? Begrijp je? Maar oké, even terug naar de verschillen. Hè. Dus die grond moet aangepakt worden. Even nog terug, want ik heb u iets opmerkelijks horen zeggen. In het begin had u het over die ritsgronden. Dat de vruchtbaarste gronden zijn van de wereld in Suriname. Ja. Klopt, en dan moet je denken aan die Quattaweg en die Kommewijnenkant. Weet je dus waar die Hollanders ook een plantage hadden. Ik heb een foto ergens op kunnen duiken waar die plantages, jongen, die mannen hebben die plantages daar in Kommewijnen systematisch aangelegd. Het is echt een bewust gerichte systematische aanpak hoe die plantages naast elkaar waren gepositioneerd. En die boten die dan konden varen om meteen die producten richting Europa te vervoeren. Die ritsgronden van Suriname zijn zeer vruchtbaar. Maar bepaalde gronden zijn, doordat er zoveel is geplant, eenzijdige beplanting is geweest, zijn die gronden ook een beetje uitgeput. Mm-hmm. Dus, begrijp je? Dus daar moet er vooral aan kijken. Er is een Israëlisch bedrijf in Suriname geweest. Die heeft meneer Desi Bouters binnengehaald. En die heeft een onderzoek gedaan over de totale staat van de landbouw in Suriname. Een vrij lijvig rapport is ontstaan. Dat rapport zou de basis kunnen zijn om, ik ken het rapport niet echt inhoudelijk, maar dat rapport zou de basis kunnen zijn voor Suriname om verder op te borduren. Maar net wat ik je eerder zeg, Surinamers zijn goed in staat steeds het wiel te willen uitvinden en daardoor gewoon tijd verliezen. Want iedere keer als je het wiel uitvindt, ben je een jaar of twee verder met het gevolg. En dan verdwijnt het rapport in de bureaulade. Er komt een nieuwe regering en die gaat weer een nieuwe opdracht geven. Jongens, we blijven aan de gang. Heeft u trouwens meegekregen het nieuws dat de huidige minister Seodin, denk een paar weken geleden, een exportstop heeft ingevoerd? En toen is gaan evalueren. Ik las het toevallig vandaag. En dat er nu weer export van boulanger en dergelijke mogelijk is naar Nederland door die interventie. Ja. Nou Ray, om je eerlijk te zeggen, ik ben zo teleurgesteld in Suriname. En zeker ook door de criminaliteit. Kijk, ik ben naar Nederland gekomen om inspecteur van politie te worden. Dus veiligheid is voor mij een hele hoge waarde. Ja. En omdat ik het gevoel heb, maar niet alleen het gevoel heb, ik lees ook af en toe op Facebook de dingen. Kijk, Suriname is niet goed bezig. Ze gaan niet de goede kant uit. En ik ben iemand, kijk, ik wil best wel losers helpen en met ze meedenken, maar ik sta liever aan de kant van de winners. Begrijp je? Heel goed. En ik wil al mijn kennis wel delen met Jan en Alleman, maar ik heb mijn zinnen nu op Thailand gericht en Zuidoost-Azië.
Oké, okay, maar voordat we daarover stappen, Iwan, je had het net over het popiopie gedrag van de mensen, hè? En kijken dat je gezegd hebt dat er te veel vanuit het eigen belang wordt gedacht en te weinig vanuit het gemeenschappelijk belang. Ja. En dan is het zo, heb je een paar dingen al gezegd. Mm-hmm. Hoe kan je in feite dit ombuigen in Suriname? Hoe zou je, heb je een voorstel voor de mensen in Suriname om dit om te buigen? Nou ja, kijk, eigenlijk is het de vraag, waar ga je beginnen? Ik denk dat het Surinaamse volk eerst een soort eenheid moet gaan worden, zoals ik misschien al eerder heb gezegd, dat windgewest plantage-economie gedachte van die kolonisator van wel eer en die volksplanting, dat waren de basisverhalen. En eigenlijk moet je met dat basisverhaal beginnen van die volksplanting. Het is toch van de gekken dat we in dat klein land daar Haitianen hebben rondlopen. We hebben Canadezen rondlopen. We hebben van alles en nog wat rondlopen. 60.000 Brazilianen. Begrijp je? Terwijl er geen enkel beleid op die bevolkingsgroei en bevolkingsplanting is geweest. Ik denk dat er daar eigenlijk iets moet komen. De vraag zou moeten zijn, wat bindt de Surinamers nou? Wat verdeelt ons en wat bindt ons? En hoe kunnen we die dingen die ons binden, het glas is half vol of half leeg, maar we gaan de positieve kant nemen. Wat bindt ons nu als Surinamer? Weet je, en kijk, ik kan me ook voorstellen dat door die arbeidsverdeling die ook is ontstaan in de tijd van de afschaffing van de slavernij, dat de Surinaamse Creool, ik weet niet of ik het goed zeg, eigenlijk meer ambtenaar is geworden en die Hindoestaan is op de landbouwgebieden gebleven. En ik vraag me af of die Surinamer die ambtenaar is geworden wel de vermogen en mogelijkheid en wil heeft om terug te gaan naar die landbouw. Want het is hoe je draait of keert zwaar werk. En ze komen uit hun, die voorouders komen uit dat zwaar werk. Maar als ze dat niet willen, dan moeten we dat ook met elkaar gaan erkennen en vaststellen van onze eigen mensen willen niet in die landbouw werken, maar we hebben hier nou een heleboel Haitianen. Laten we ze gericht met een tijdelijke visum desnoods of een langdurige visum die landbouw inbrengen. En laat zij dat werk voor ons doen dan. Weet je, want dat vindt de Surinamer ook wel heerlijk om een beetje baas te spelen over de ander. Ja, en dan zou je in principe die ambtenaar daar als toezichthouder kunnen plaatsen. Want op het moment hoe je draait of keert dat hele ambtenarenapparaat, dat is de duurste kostenpost van Suriname. Ik zou dat hele ambtenarenapparaat daar behoorlijk reorganiseren. Want kijk, met zo'n kleine bevolking, ook in Nederland hoor, durven ze het niet. Maar eigenlijk het ambtenaar, kijk, hier hebben we ook een stadsdeel. Je hebt een gemeente, je hebt een provincie, je hebt een waterschap en je hebt het Rijk. Ik vind de provincie echt een overtollig vet. Dat zou je weg moeten snijden, vooral in tijden van obesitas. Begrijp je? Die provincie zou je weg moeten snijden. In Suriname zou je moeten kijken naar thema's van, hoe gaan we nou de leefbaarheid, de ruimte zodanig inrichten dat het leefbaar wordt. En dat betekent, want ook in Suriname zijn bepaalde portefeuilles over verschillende ministeries verdeeld. Als een schoolkind uit de wat armere omgeving schoolgeld en schoolbus moet hebben, denk ik dat je ook 2-3 ministeries moet gaan samenvoegen, moet gaan buurten, om dat geld vrij te krijgen. Nee, we gaan echt kijken van wat heeft de bevolking nodig, huisvesting, sociale veiligheid en een publieke omgeving om elkaar te ontmoeten. En daar moet je op inzetten. En vooral die publieke omgeving om elkaar te ontmoeten, zou die bevolkingsintegratie versterken. Weet je, en kijk, het is echt nodig hoor, want Suriname is een WNA-systeem, welvaart naast armoede. Dat betekent, je hebt een kleine, zeer rijke bevolking en een hele grote arme deel. En dan heb je een beperkte middenklasse. Nou, die gat tussen rijk en arm is te groot en die zou je moeten dichten. Nou, hoe kan je het ombuigen? In elk geval een belastingssysteem introduceren waarbij de rijken meer gaan betalen en zorgen dat die rijken hun geld niet in een kluis in hun huis bewaren voordat ze ook beroofd worden van die kluis en al. Wow. Begrijp je? Ja, maar heel goed, Iwan, even, je zegt iets heel belangrijk. Die rijke mensen die geld hebben daar, als bijvoorbeeld de belasting of de overheid zou zeggen, luister, rijkaards, als jullie geld willen lenen aan de arme mensen om een bedrijf op te zetten, wellicht in de landbouwsector of in ecotourisme, dan kunnen die rijke mensen wat gaan een belastingvoordeel gaan krijgen voor wat betreft de leningen. Dus
ik vind zelf, je hebt het heel goed gezegd, hè? Je hebt gezegd over welvaart naast armoedesysteem. Dus ja. Als je een land vooruit wil helpen, moet je niet alleen rekenen op de overheid. De overheid heeft geen geld. De Surinaamse overheid is failliet. Dus we moeten het hebben van de rijke mensen daar in Suriname die geld gaan investeren in productiebedrijven. Maar de overheid moet het wel faciliteren, want de rijken gaan weer proberen over de armen rijk te nog rijker te worden. Dus ja, nee, faciliteren. De overheid moet het faciliteren. Dat betekent dat ze incentives geven aan de rijke mensen, dat ze een belastingvoordeel hebben als ze geld lenen aan de arme mensen. Maar dan loop je alweer tegen het volgende probleem aan. Is A, de rijken dan vertrouwen meestal de overheid niet. En B, is als je daar in het ambtenaren... je loopt tegen een systeem aan waarbij iedereen wat lekkers wil hebben. Ja, weet je, en kijk, in feite is het een idee hoor dat nader uitgewerkt zou moeten worden. Maar kijk, mij gaat het erom dat die rijken volgens mij echt niet de belasting betalen die ze zouden moeten betalen. Omdat ze gewoon hun geld in hun kluis houden en dat geld wordt onttrokken aan het economisch systeem, het economisch financieel systeem. En daar gaat het mij even om. Van, ja, hoe kan de overheid... Ja? Ja, nee, ja, je zegt het goed. En kijk, en vandaar dat we, kijk, we hebben een praatprogramma. Wij komen met een aantal dingen. En de beleidsmakers in Suriname moeten het verder gaan oppakken, uitwerken. En kijk, voor betreft over reorganisatie van het ambtenarenkorps daar in Suriname heb je wat ideeën gegeven. En ik denk dat er inderdaad kansen zijn voor de beleidsmakers van Suriname om hier aan te beginnen. Om het ambtenarenapparaat in feite... kleiner te krijgen. Ja. Maar Iwan, inderdaad, je hebt ons in snel tempo een hoop dingen verteld. Hè? Je hebt ontzettend veel, en vandaar de professionaliteit van jou en de inspiratie die je tentoonstelt hier in dit gesprek. En nu ben ik echt benieuwd, hoe ga je nu verder? Want jij doet verschillende dingen. Wat zijn jouw plannen nu voor de toekomst? Ja, voor ik op die plannen inga, wat ik ook even van mijn hart moet. Graag. Kijk, die namen zijn die Libanezen. En die Portugezen en die Chinezen zijn nog allemaal in hun eigen dynastieën bezig daar. Dat ding moet doorbroken worden. Die Libanees is gewoon een Surinamer. En dus dat betekent, er moet gewoon eigenlijk of een decreet komen van... er moet inzicht komen, wat doet die Libanees? Hoeveel inkomsten vergaart hij? En wat pompt hij terug in de Surinaamse economie? Hetzelfde geldt voor die Chinese verenigingen die daarnaast Krasnapolski zijn... En noem het maar op. Het zijn gesloten instituten. Het moet opengebroken worden. Punt. Ze zijn allemaal gefaciliteerd geworden. Ja, weet je. Maar het was altijd al een gesloten bolwerk. En kijk dat je verder... Kijk, je hebt twee soorten Chinezen. Je hebt de Chinezen die recent zijn binnengekomen om die wegen te asfalteren. Klopt. En om allerlei dingen te doen in ruil voor misschien allerlei goud- en grondconcessies, weet ik veel. En je hebt de Chinezen die van oudsher daar zitten en die sticht en die gesloten bolwerk hebben gehad. Nu is de vraag, hoe is er een relatie ontstaan tussen die wel eer gesloten bolwerken en de Chinese bolwerken die recent zijn binnengekomen? En hoe ziet die relatie eruit? En wat gaan we doen om die relatie zodanig te doorbreken dat ding een Surinaamse regiehouder krijgt? Ze komen elkaar meestal vrijdagavond tegen in de casino. En daar moet dan de regering ook bij zitten. Oh, bij de casino. Ja, ja. Ja, nee, precies. Ja, precies. Ray en Iwan, het volgende. Ja. Kijk, wij zijn allemaal geboren in Suriname. En de nieuwkomers zijn gekomen. Dus de regering, de overheid, moet natuurlijk hier dit nadrukkelijk naar voren brengen. Dat we één volk zijn. Alle Surinamers. Kijk, ik heb altijd over het... Ja, we hebben ook snel even gesproken over het etnisch gedoe in Suriname. Men moet hiermee stoppen. Dat betekent, men moet meer gaan propageren dat we Surinamers zijn. En dat we niet bijvoorbeeld vandaag praten met een Hindustaan, morgen met een Creool of wie dan ook. Nee, we praten met een Surinamer. Klopt, en zo is dat. En daar is de regering aan zet voor, hoor. Ik denk, de regering is daar aan zet. Die moet dit proces gaan faciliteren. En doen ze dat niet, dan blijft dit probleem ons gewoon achtervolgen. Ja, in het programma vrijdag jongsleden hebben nadrukkelijk gesproken over de onveiligheid in Suriname.
Het moet maar verhaald. Je bent inderdaad, zou beginnen met de politieopleiding. Kijk, de onveiligheid in Suriname is moordend. Het is niet het is verschrikkelijk voor de burgers. De burgers schreeuwen om hulp. Dus nogmaals, in dit programma maak je van de gelegenheid dat de overheid in feite optreedt en nadrukkelijk laat zien dat ze de burgers gaan beschermen. Dat betekent, ze hebben zoveel ambtenaren, ze hebben zoveel militairen, ze hebben zoveel politieagenten. Zet ze maar op straat. Laat ze patrouilleren. Laat de burgers zich veilig voelen. Ja. En het tweede is namelijk, los van de COVID-19-pandemie, de onveiligheid moeten de burgers beschermen. En dat betekent dat als ze dit niet doen, en dan krijg je natuurlijk uit armoedevraagstuk, wat je net hebt verteld, hè, dan krijg je in feite dat mensen gaan roven. Over de roofovervallen hebben we ook gesproken. Mensen voelen zich onveilig op straat. Ze worden om 10:30 overdag lukkelaar op straat overvallen, klemgereden in de auto's, kettingen worden getrokken. Kijk, dit zijn allemaal signalen die we hier krijgen in Nederland te horen krijgen. We lezen het ook in de krant. En wij doen een nadrukkelijk beroep vanuit Radio Standvaste dat de regering nu aan zet is. Iwan, wat vind je hiervan? Kijk, ik begrijp het. Want kijk, ik vraag me af, hè, die crimineel die zo crimineel is, steelt hij nou voor zijn moeder om de kinderen van de moeder te verzorgen? Nee. Ze stelen vooral om die mooie kleren en die nieuwe auto te kopen, veelal. Of ze zitten aan de drugs en dat drugs gaat op, dus ze moeten weer stelen. Nee, ze doen het niet om hun ouders te helpen, is mijn beleving, maar ze doen het voor hunzelf. En eigenlijk wat je met deze gasten zou moeten doen, je zou ze gewoon in werkkampen moeten zetten. Dus wanneer je ze hebt opgepakt, dat je ze misschien op een Santa Bomba zet, maar wel in een kamp dat ze iets terug doen voor het land. Begrijp je dus echt dat ze gaan planten? Even terug naar het begin en ter afsluiting ook hoor. We gaan bijna naar een uur, meneer Laaldje. U had het over het instrument, hè, die in de 18e eeuw al ingezet was. Ja. Hoe zou de regering concreet dit instrument kunnen omdraaien? Door bijeenkomsten te organiseren waar we het erover hebben. Wat hekelt ons nou aan de ander? Dus echt hele basale vragen. Hè? Wat vind je? Vaak nemen we een flip over hier en we vragen aan de organisatie, vul in wat rechts is, wat zoet is en vul links in wat zuur is. Nou, zo zou je ook op wijkniveau in Suriname hetzelfde kunnen doen. Laat die mensen bij elkaar komen en ga inventariseren wat hindert je nou in die ander. Want vaak zijn het gewoon napraters. En ik heb een voorbeeld van uit de psychologie, dat apen in een kooi worden gezet. En op het moment dat eentje het banaan wil pakken, wordt hij nat gespoten. Uiteindelijk worden al die apen gewisseld, maar die nieuwe laatste aap die erin wordt gezet, op het moment dat hij die banaan wil pakken, trekken al die andere apen hem terug. Begrijp je dus? Dat heet cultuur. Nou, even terug. Dat ding van dat etniciteit. Mensen leven misschien gewoon heel goed met elkaar samen, bevolkingsgroepen. Maar omdat ze ergens opgehitst worden, komen er oude sentimenten naar boven die niet eens de eigen sentimenten zijn. Maar ze hebben het gekregen van een ander. Dus weet je, laten we heel basaal met elkaar in een kamer gaan zitten. Kijken wat ons nou hekelt aan de ander en wat vinden we nou prettig aan die ander. Nou, en dan ontstaat er een bepaalde lijst met hekelpunten. En dan gaan we aan die hekelpunten werken. Okay. Dat klinkt heel bataal, maar zo ja, prima. Iwan, heel mooi. Mooie suggestie. We gaan het zeker doen. Ik wil terug naar de vraag die ik heb gesteld aan jou. Wat ga je nu doen? Want je zit vol energie. Je bent iemand die verder denkt. Hè? Wat zijn de plannen wat je nu gaat doen? Nou, ik ben nu 62 jaar en mijn plan is nog een 2 jaar voor de gemeente te werken als jobhunter. Tegelijkertijd ben ik mijn reisbureau aan het uitbouwen. Dat heet Asia Travel Tours. En ik verzorg prachtige maatwerk- en familiereizen richting Thailand, Vietnam, Maleisië en Indonesië. Met betrekking tot Indonesië is er een heel verhaal met Suriname en Sumatra wat ik pas achter ben gekomen. Dat is het verhaal dat een heleboel Javanen na de contracttijd de kans hebben gehad om terug te gaan naar Indonesië. En ze zijn door Sukarno toen op Sumatra geplaatst, waar in the way of nowhere. En gelukkig is er een oliebedrijf daar gekomen,
Maar om een paar stappen over te slaan. Er is nog steeds een kampong Suriname in Sumatra. En er is nog een hotel gerund door Surinamers in Sumatra. En dat wordt een van mijn klassieke reizen straks naar Indonesië. Vooral oude Javanen die terug willen naar hun roots. Nou, dat willen we wel vaker terug horen op Stafvaste Radio. Ja, oké. En nou, in elk geval, ik ga dus door met mijn Asia Travel Tours. En ik sta zaterdag en zondag op een beurs hier in Den Haag. Het Anthony Fokker beurs is dat. En, wat voor beurs is het, Iwan? Er zijn daar allerlei tour operators die gespecialiseerd zijn in verre reizen. En kijk, de COVID speelt nog. En wat ik niet voor mezelf wil, wil ik ook niet voor een ander. Dus ik weet hoe mijn concurrenten de klanten daar gaan bedienen. Maar ik weet dat ik mijn klanten voor het eind van het jaar niet naar die Azië stuur. Omdat daar nog eigenlijk die corona aan de orde is. Ook al zeggen de presidenten dat het niet zo is. Ik wil weten wat de vaccinatiegraad is van een land. Is het niet op het niveau van 80, dan ga ik geen mensen sturen om daar ziek te worden met allerlei gedoe. Weet je, dus kijk, het gaat dus 80% van de bevolking moet gevaccineerd zijn. Bedoel ja, je dat? Ja, vind ik wel. Ik vind wel dat mensen, dat veiligheid gaat bovenal. Als het niet criminaliteit is, is er nu een virus die eigenlijk een criminele rol in de wereld speelt. En die virus, ja, daar moet ik mensen tegen beschermen. Ik vind wel dat u een maatschappelijke ondernemer bent. Nou ja, geef het beestje maar een naampje. Ja, nou ja, de meeste zouden alleen denken aan hun portemonnee, toch? Maakt ja, hun, nee, weet je, daar gaat het mij niet om. Kijk, ik doe dingen omdat ik... Kijk, ik heb vanaf 1994 twee banen. Dat is heel zwaar, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. En ik zeg aan mensen, kijk, hier wordt heel vaak geroepen, je moet verantwoordelijkheid nemen. Ik zeg tegen mensen, die mensen aan wie het zegt, schrijven verantwoordelijkheid met een F. Leer ze wat verantwoordelijkheid is. En ik kan je zeggen, als ik een verantwoordelijkheid neem, dan voel ik het met mijn vezels. Al moet ik zondagavond die envelop bij het bedrijf doppelen in een brievenbus, omdat ik had afgesproken dat ze het maandag hebben, dan rij ik naar het bedrijf op de zondagavond om het aan te leveren. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Daar kunnen we een puntje van zuigen, segment, toch? Ja, en dat is het probleem waarom ik ook problemen zou krijgen in Suriname. Kijk, de overheid in Suriname is echt te reorganiseren, waarbij ik mensen geen pijn wil doen, maar mensen van werk naar werk wil begeleiden. Maar ik weet dat als ik daar kom, dat ik 3 bodyguards van me heen moet hebben. Begrijp je? Ik zat vandaag naar een protest te kijken bij het SWM. En ik, ja, weet je, ik kan me aan de ene kant voorstellen dat het leven zwaar is en draaglijk. Moeilijk. Ja. Aan de andere kant hoor je ook weer dat ja, iemand zijn SWM rekening is 16 SRD per maand. Ja, dus ja. Weet je, er is zoveel werk daar nog wat er verricht moet worden. Het is, zeker. Ik denk dat er veel werk in Suriname te verrichten is. En dan heb je dus, kijk, die boedel die achter is gelaten, die inflatie, het volk wordt ongeduldig. Dus de regering heeft het niet makkelijk. Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Nee, zeker weten. En het volk moet een beetje geduld hebben. Maar kijk, uiteindelijk moet er ook bloot op de plank zijn. Weet je? En daar moet er... Kijk, volgens Maslow heeft iedereen een dak boven zijn huis nodig en een brood op zijn plank. En daar moet even de focus op gelegd worden. Geef die mensen in elk geval iets om te eten, dat ze hun bestaanszekerheid op een minimumniveau is geregeld. Ja, maar het probleem is dat ze jarenlang kunstmatig in weelde hebben geleefd. Ja. En dan bedoel ik kunstmatig, door de regeringen, zeg maar, of door de afgelopen regering, is dat zo kunstmatig in stand gehouden, al die subsidies. En die pakketten die van hier naar daar wordt gestuurd. Kijk, ik doe niet mee aan die poppenkast, hoor, want ik beloon mensen niet voor fout gedrag. Ik ben een sociale ondernemer, maar ik beloon mensen niet voor fout gedrag. Laat mensen gaan werken voor hun geld en dan moet er werk zijn en dat werk moet gecreëerd worden door een overheid en het bedrijfsleven. Maar even terug naar die laatste vraag, want de tijd dringt ook voor jullie. Ja. Kijk, ik wil de mensen wel oproepen om te kijken op de website asiatraveltours.nl. En daar zien ze prachtige reizen van. Ik heb heel Thailand in reizen vertaald. Het zijn er bijna 20 reizen, dus heel Thailand dek ik af. Ik heb nu Indonesië grotendeels afgedekt. Ik ben nog bezig met die speciale reis voor Sumatra en voor Surinamers. En Vietnam, nou ja, ik ga geen reclame maken. Maar ga ervan uit, als je met mij op vakantie gaat, ga je een goede beleving krijgen.
En ik zorg voor iedere, ik zorg dat je veilig bent en dat je ook veilig terugkomt en een hele mooie beleving in dat land krijgt. Nou, misschien, dat geloof ik best, Iwan, je bent een inspirator. Misschien je bent moeten, een man die verhalen vertelt en mensen inspireert. Hè? En dus je, het is een. Het is geen werkvakantie, maar tijdens zo'n reis met jou door Azië of waar dan ook, leren de mensen ook heel veel van jou. Vandaag heb je in ieder geval ons meegenomen in de reis die jij gemaakt hebt vanuit Suriname in Nederland en terug naar Suriname en terug naar Nederland. We hebben inderdaad goed geluisterd naar jou. Je hebt ons geïnspireerd. We willen jou in ieder geval heel hartelijk bedanken, Iwan, voor dit gesprek. En gelet inderdaad op de tijd, anders zouden we nog een half uur door kunnen gaan, maar dat lukt helaas niet. Ik wil je in ieder geval heel veel succes toewensen aanstaande weekend met je op de beurs. En veel succes in ieder geval vanaf 2022 met de reizen naar het Verre Oosten. Hartelijk bedankt, Iwan. Ik geef het woord even aan Iwan. En dan zal Ray als laatste het woord overnemen. Het laatste woord is mensen. Ik ben misschien van veel onderwerpen van heb ik belicht. Maar ik meen het heel goed met het land. En met de Surinaamse mensen. Ik help ze hier ook heel erg aan werk. Want ik heb een caseload van 30. Maar ik zit al op bijna 35. En ik ga zeker richting de 40. De mensen zijn lang verwaarloosd. En ik help ze empoweren. Zodat ze weer hun eigen waarde kunnen vinden door een leuke baan te hebben en hun eigen inkomsten te vergaren. En zo ben ik bezig. Nou, prachtig. En ik wil afsluiten met dat Dennis en ik u gaan volgen. Dus we gaan het een beetje volgen, toch Dennis? Zeker, ja. Nou, meneer Laudy, bedankt. We hopen dat inderdaad iemand nog veel meer mensen hier in Nederland kan plaatsen van werk naar werk. Ja, ik wil u bedanken. En, werkloosheid naar werk. Van werkloosheid naar werk, ja. En ondanks dat het vele onderwerpen waren, is het goed te behappen. En ik denk dat we daar allemaal wel iets van hebben kunnen opsteken. Oké, nou ben ik blij om. Dennis en meneer Iwan, fijne avond. Bedankt voor jullie deelname. Hartelijk bedankt, Iwan en Ray. Groetjes. Ja, groetjes. Doei. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.